Het Helmonds Mondharmonica Orkest treedt vandaag op in het Orgelmuseum, Loods 20. Jolle Barens, u bent dirigent, maar eigenlijk ook meteen, ja, toch wel binnen het harmonieorkest, terwijl het Mondharmonica Orkest het een en ander een belangrijke factor als dirigent. Ja, dat klopt. Ik leid mensen op voor de liedjesgroepen, orkest en blues. Ik bewerk zelf de muziek voor het orkest. De liedjes voor de liedjesgroep, die zorg ik dat die netjes op noten staan. Met akkoorden en bassen erbij. Dus ja, dat is een groot deel van het werk wat gedaan moet worden. Het Helmonds Mondharmonica Orkest. Je zou zeggen, het klinkt al bollig, maar dat is het zeker niet. Nee, we spelen ook heel veel hedendaagse muziek. Dus de Scientist bijvoorbeeld, dat soort dingen. Verder pop vanaf de jaren 60, 70. Maar ook klassiek. En we spelen ook volksmuziek. Echt volk, wereldmuziek, zeg maar. We hebben twee bluesgroepen. Een blues 1 waar je de technieken leert op de mondharmonica. En een blues 2 waar je die stukken ook, waar je die technieken in blues standards, in bestaande bekende stukken gaat toepassen. Maar dat is wel belangrijk wat u nu zegt, want mondharmonica. Ik denk dat veel jongeren onder ons niet weten wat een mondharmonica precies is. Dat klopt. Vaak vragen mensen aan mij van welk instrument speel je? En dan zeg ik, oh, mondharmonica. Dan zeggen van, ja, maar speel je ook nog een echt instrument? Terwijl we echt een orkest hebben waar we 2-3 stemmen spelen met akkoorden. Mondharmonica is een soort gitaareffect, krijg je dan ritmes en akkoorden. Met baspartijen erbij. We hebben blues en die spelen toch echt redelijk bekende nummers. Ook van Walter Horton en zo, echt bekende bluesnummers. En dan natuurlijk de liedjesgroep. Die een mix speelt van alle mogelijke muziekstijlen. Dus van klassiek tot pop tot folk. Echt alles is mogelijk op de mondharmonica. Maar hoe kan ik een mondharmonica spelen? Want is het het blazen? Is het inademen? Wat is eigenlijk de functie? Je maakt bij mondharmonica, en dat is voor zover ik weet het enige instrument wat dat doet, tonen met uitademen en met inademen. En dat is ook de reden dat het gespeeld wordt in groepen mensen die last hebben van hun longen, die ademhalingsproblemen hebben. Omdat je met zingen bijvoorbeeld alleen je uitademing oefent, met alle blaasinstrumenten alleen je uitademing. En mondharmonica is een instrument met een lage drempel, je kunt het heel makkelijk bespelen. Plus je traint zowel de in- als de uitademing. Dus eigenlijk is het op therapeutische basis nog een hele goede ervaring. Jazeker, er zijn ook verschillende echt therapeutische mondharmonica groepen. Mensen met COPD bijvoorbeeld? Ja, klopt. COPD, astma. Daar is mondharmonica een heel goed instrument voor. Uit hoeveel leden bestaat jullie orkest? Ons orkest bestaat uit rond de 20 leden op het ogenblik. Ja. Die komen allemaal uit Helmond? Nee, zeker sinds corona, want toen zijn we begonnen met het lesgeven via Skype. En we hebben ook nu na corona gezegd van, nou, er zijn zoveel mensen van buitenaf tot zeg maar de polder, Zoetermeer, Maastricht. Die zijn komen spelen bij ons in de loop van de tijd. Dat we ook de Skype lessen parallel aan de live lessen laten lopen. Nog net niet de helft komt uit Helmond zelf. Een groot deel uit de dorpen, de Gemert, Bakel, Deurne, komen verschillende mensen, Nuenen. Maar eigenlijk heel Nederland en België.